Welkom op deze video. Vandaag praat ik met Alberto Radsnaak. Welkom Alberto. Dankjewel. En we gaan vandaag praten over het Youngtimer Event Forever Young. Zondag 20 mei 2012 bij de Druk Cultuurfabriek in Ulft. Klopt. En je bent de organisator? Ja. Ja. Alberto? Dat klopt. We gaan op 20 mei 2012, Hemelvaartsweekend, een evenement organiseren hier op het Drukpark. Youngtimer Event Forever Young. En Youngtimers zijn auto's uit begin jaren 80, begin jaren 90, die periode ongeveer. Uh-huh. En daar is nog geen concreet evenement voor in Nederland, maar het is wel een steeds groter wordende groep liefhebbers, onder andere vanuit het blad Youngtimer Magazine, waar ik het ook samen mee organiseer, merken we dat die groep steeds groter wordt en dat het een beetje een ondergeschoven kindje is bij de bestaande auto-events. Ja. Dus vandaar een event. Kun je voor de mensen uitleggen wat precies een Youngtimer is? Ja, een Youngtimer is een klassieker in wording eigenlijk. Uh-huh. Die nog niet de status heeft van een klassieker. Bouwjaren is grofweg 1975 tot 1995. In die periode zijn ze gemaakt. En het leuke aan een Youngtimer is dat het geen auto hoeft te zijn die al een bepaalde status heeft behaald. Het kan dus ook een Fiat Panda zijn of een Daihatsu Charade uit 1983. Die zijn even welkom als een Ferrari Testarossa. Die combinatie moet er zijn. En bij de liefhebbers van de Youngtimers is er vaak ook dat gevoel van nou, we willen ook gewoon een platform waar onze auto's, onze gekke auto's op welkom zijn. Uh-huh, uh-huh. Dus dat is een Youngtimer, een klassieke rewarding eigenlijk. Okay. En het is dus bij de Druk Cultuurfabriek in Ulft, hè? In een van de hallen. Hè? Ja. Ik zie daarachter dit is de plattegrond. De SSP-hal. Ja. En dat is eigenlijk het kloppende hart van het evenement. 5000 vierkante meter. Daar willen we de Youngtimers, clubs, bedrijven, onderdelen, modelauto's, boeken, alles over Youngtimers gaan verzamelen. Daaromheen op het Druk-terrein hebben we verschillende parkeerplaatsen waar auto's te koop kunnen staan, maar ook clubs opgesteld kunnen staan. En hier naast de Druk-cultuurterrein, waar we hier op uitkijken, is een groot grasveld van 30 hectare. En die willen we eigenlijk voor bezoekers en alle andere Youngtimers gebruiken. Dus we hebben ruimte genoeg en daarom heb ik ook voor die locatie gekozen hier. Vanwege de sfeer en de ruimte. Ja, ja. En wie wil je bereiken met het evenement? De liefhebbers van Youngtimers. Dat is denk ik mijn eerste doelgroep. Maar daarnaast ook de mensen uit de regio die het leuk vinden om een dagje weg te gaan. En met vrouw en kind ook. Het is dus niet alleen auto's op mijn evenement. Maar we zijn ook al bezig met leuke dingen voor kinderen. En voor de vrouwen zijn we ook bezig. Daar wordt ook aan gedacht. Er komt bijvoorbeeld in samenwerking met de Zwaluwhoeve komt er een grote touringcar, een mobile spa heet dat. En daar kunnen de vrouwen dan een beautybehandeling krijgen. Die we natuurlijk de Forever Young behandeling gaan noemen. Ja, natuurlijk. Ja. Dus we proberen ook juist een beetje niet alleen maar over auto's te laten gaan. Maar ook de kinderen op afstand bestuurbare auto's zijn we bezig. En een verkeersparkje met Youngtimers. Zowel de link naar de beurs blijven zoeken. En daarnaast ook goede horeca gelegenheden. Dus niet alleen maar een patatkraam. Maar ook in samenwerking met de Druk Cultuurfabriek ook mooie producten er neerzetten. Heel goed, heel goed. Ja. Als de mensen willen komen, hoe kunnen ze dan meer informatie krijgen? Zeker u zich aanmelden? Ja, dat kan het handigst via de website youngtimerevent.com. Daar kunnen mensen tickets bestellen, maar ook informatie krijgen over wat er allemaal te doen is. Welke auto's er staan, welke standhouders er aanwezig zullen zijn. Kun je al online je ticket bestellen en op de dag zelf neem je mee en dan kun je het hele eventterrein bezoeken. Nou, succes met het Youngtimer Event. Dankjewel.